je mijn video leuk vindt, geef me een like. Abonneer en klik op de bel. Notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Volg mij ook op TikTok en Instagram. En zoek op Suriname Kitchen. Zo, hallo lieve kijkers van me. Lieve volgers, welkom op mijn Suriname Kitchen kanaal. Hey lieve kijkers. Ik ben in Canada op vakantie bij mijn dochter. En weet je wat ik ga maken? Hasa. Kijk, dit is echte hasa van Amerika, Florida. Grote. Laat me even meten voor jullie. Kijk, maar ik zet het zo, kijk. Het is een kwikwi, hè? Kwikwi, hasa. Ze noemen het Florida hasa. Ja. Heerlijk, dit ga ik vandaag maken, klaarmaken. Dan ga ik jullie verder alles laten zien. Ik ga genieten hoor, trouwens. En als ik ga eten, ga ik ook laten zien hoe ik dat doe. Dat is niet kwikwi. Dus, komt helemaal goed, lieve kijkers. En blijf me volgen hoor. Er komt heel veel nog erbij kijken. Dus, dan ga ik eerst die lip, die mooch schoonmaken. Maar dit ga ik met de katmes snijden hoor. Want die... Finished hard. Dan ga ik dit met katmes snijden straks. Want die schaar is niet zo. En dit doe ik met de schaar. Sorry ma, mijn schaar hier is alleen bedoeld om papier te snijden. Ja, ik heb thuis sterke scharen. Ja, ik weet dat je thuis specifieke spullen hebt om te koken. Zeker weten. Maar ja, kom goed hoor. Daarvoor bestaat hier Dollarama. Dan ga ik naar Dollarama halen straks, de sterke. Wat is Dollarama voor? Het is een supermarkt. Dollarama in Canada, heet het. Hele grote winkel, mooie winkel. Ik ben zo verliefd op die winkel. Als we gaan shoppen met mijn dochter samen, en dan zie ik die winkel, dan maak ik de bocht die kant. Mijn dochter moet me zo uitlachen. Maar, we gaan niet naar Dollarama. Dat trek je gewoon aan. Dingen zijn goedkoop, maar wel nep hoor. Dat wel. Dollarama is een Canadese winkel. Merendeels komen uit China. En dan, Chinese spullen, je weet hoe het is. En dit is een kleine poesje. Zijn naam is Moomoon. Ja, dit zijn de... Die fin is hard, is dik. Dan moet ik even zo doen, ja. Ja. Dan ga ik die kieuwen weghalen. Maar ze zijn groot, lieve kijkers. Wauw. Sweetie hoor. Dan maak ik dit zo eruit. En dan ga ik hem straks goed wassen. En dan verder meer schoonmaken. Laten we zien wat in het buik zit. In het buik zit natuurlijk darmen en zo. Kijk. Dan zie. Het is nog bevroren, kijk. Dit eet je niet, hè? Nee, dit eet je niet. Ja. Maar het is nog bevroren, dus ik ga hem in water zetten om te laten weken. Ja. En dan? Als je bijvoorbeeld roti, wara, nasi enzovoort wil bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen, Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Ga ik hem schoonmaken. En dan ga ik koken. Lekker eten. Heerlijk. Lieve kijkers van me. Ik geniet bij mijn dochter in Canada hoor. En nu ga ik de buik schoonmaken. Kijk, zoveel rot. Ik ga allemaal schoonmaken. Wat eet je deze vis eigenlijk? Ik ga straks eten voor je, ja? Weet je niet wat ze eten? Oh, die vissen? Ja, wat ze eten. Wat is dat? Zand of zo? Weet ik niet. Zand? Dat ziet er niet uit als zand. Het is wel een werk, lieve kijkers, maar het is lekker om te eten. Er zit geen eieren in, hè? Nee. Zo, lieve kijkers, ik ben nu mijn kruiden aan het klaarmaken. Die ga ik choppen. Ik had geen chopper, hè. Ik ben een nieuwe chopper gaan kopen. En waar heb je die gekocht? Bij Walmart. En nu ga ik choppen en dan ga ik mijn kwikwi klaarmaken. Lekker. En dan gaan jullie met me mee eten, hoor. Zo, nu ga ik hem choppen.
ketchup. Wat zit er allemaal in? Knoflook, uien en peper. En daarnaast ga je wat erin zetten, zout. Dan gaat het helemaal fijn maken. Dit is hem geworden. Ik heb hem gechopt. En dan ga ik nu mijn kwikwi wassen. Goed schoonmaken. En dan ga ik hem koken. Want ik heb honger. Zo, mensen. Dit is shushu. Een groente. Het wordt geïmporteerd. En die heb ik gekocht. Die ga ik in die kwikwi zetten. Ik doe het op mijn manier. Hè. Ik ga hem raspen. Ik rasp hem. En dan zet ik hem in die kwikwi om te koken. Lekker. Ik heb vandaag geen andere groente. Je kan van alles zetten hoor. Zoals jullie mij kennen, lieve mensen. Ik combineer van alles. Dit heet kayot. En ik was vergeten om de achterkant te snijden en zo het melk eruit te trekken. De pitjes moeten ook eraf gehaald worden. Anders is het bitter, hè. Dus. Ik had de helft al geraspt. En nu haal ik die pitjes eruit. Gaan we verder raspen. Wat ga je hiermee doen precies, man? Ik ga dit in die kwikwi zetten, in de jus. Volgens mij is het de eerste keer dat je zo'n koken. Nee. Met groenten in Nederland doe je het ook vaak. Okay. Maar je kan allerlei groenten zetten, hoor. Je kan loofie zetten, ik heb loofie gezet, ik heb courgette gezet. Van alles. Ik maak van alle combinatie. Hangt van je hoe je maakt. Zo, lieve mensen, dan ga ik mijn kruiden een beetje bakken. Voor de kwikwi. En dit moet je middenbruin bakken. Dan ga je de curry en de kruiden erin zetten. En dan je kwikwi, maar dat laat ik jullie gewoon zien hoor. Ik zet twee bouillon erin. Die gaat mee bakken. En mijn zout gelijk bakken. Een beetje zwarte peper voor de smaak. Ja, zo is het goed. Kenjoe zetten, dat is mijn favoriet kruiden. En dat is plantaardig. Dat mag altijd. Ja, lieve kijkers. En dit allemaal bakken en dan zet ik mijn curry straks. Ik bak altijd mijn kruiden, hè. En dan ga ik mijn vis erin zetten. En nu ga ik mijn curry masala zetten, hoor. En dan zet ik 2 eetlepen. Mijn lieve kijkers. Voor mijn eet- en vlogvideo's, ga naar mijn nieuwe YouTube-kanaal. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Gratis abonneren, liken, op de bel notificatie drukken en laat een berichtje achter. Ongeveer zo, ja. Hij is al goed. Mijn masala is al mooi gebakken. Zet ik mijn hasa hier. Kijk, lieve kijkers, dit kook ik boei in Canada. Yummy, yummy, Dan ga ik dit even bakken. Gado. Heerlijk. Dit moet je even in die curry laten strikken. En dan verder koken. Dan ga ik die vuur. Ga ik hem weghalen en dan ga ik die vuur koken. En dan terug die kwikwi erin. En dat is zo dat gaat het smelten, weet je. Dat willen we niet hebben. Goed bakken een beetje. Zo, ik heb natuurlijk al mooi bouillon gedaan, dus een beetje geroosterd. Dan zet ik die kayot erin. Je mag ook kokend water zetten hoor. Vandaag heb ik geen zin in kokend water, dus ik ga geen kokend water zetten. En dan ga ik water zetten erin om het te laten koken. Dat is een liter water, anderhalf liter. Dat gaat het lekker zo rustig zoederen erin. Met andere woorden, je kwikwi-vis gaat weer zwemmen. Ja, mijn kwikwi gaat weer zwemmen. Maar niet leven. In curry gaat hij zwemmen. Je kwikwi gaat in curry, zwemmen. In kayot zwemmen.
Ja. Zo, dan ga je kijken, een beetje omkeren. Ja, boy ziet er lekker uit. Sweetie, sweetie hoor. Heerlijk. Normaal gesproken, lieve kijkers, ik koop nooit met tomaat. Ik hou er niet van. Je mag wel, maar ik hou er niet van. Maar omdat de tomaten van Canada is zo lekker, net als die van Suriname. Dus dan ga ik tomaat zetten. Lekker gaan sudderen. Zo. Wordt een lekkere pot hoor. Ja, hij is aan het sudderen. Nou, dan ga ik even kijken. Wauw. Oelala. Overheerlijk mooi. Ga ik hem even roeren, ja. Hij is al bijna zacht hoor. Ziet er prachtig uit. Tomaten zijn al gesmolten. Dan ga ik nu mijn soepgroenten erin zetten, lieve kijkers. Ga ik er nu erin snijden en zetten. Ik hoop van grove soepgroenten te zetten hoor. Dat is waar ik van hou. Dan laat ik hem even nog verder sudderen. Dan is hij klaar om te smaken. De rijst is al op het vuur. Kwikwi met kajot groente, soepgroente en tomaat curry. Zonder kokosmelk vandaag. Lieve mensen, ik ben nu aan het eten. Heerlijk. Kijk mijn kwikwi hier. Ik heb het apart gezet. Die hasa en mijn soerwa en rijst. Wauw, dat ga ik smullen hoor. En hier mijn soerwa met rijst. Ik ga een hapje nemen hoor. Wauw. Mmm, yummy, 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 yummy. Mmm, het is overheerlijk, lieve kijkers. Gaan jullie ook doen hoor. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt.